Oldenzaal is een prachtige stad. In 2005, toen ik hier voor de eerste keer kwam, was het liefde op het eerste gezicht. Net als met mijn eigen Boeskowiefke. Een stad met allure, historie, veel horeca, winkels, naberschap, gezelligheid. Ik ben dol op onze Boeskowstad en ik ga hier nooit meer weg. Ik ben trots op de vele ondernemers in de stad. Onze evenementen, carnaval in het bijzonder, maar ook op de zorg voor elkaar. Maar er zijn ook problemen en uitdagingen waar we niet voor moeten weglopen. Problemen die we moeten aanpakken, oplossen. Niet met nog meer plannen, maar met daadkracht, met actie. We moeten woningen bouwen voor starters en ouderen. En we moeten zorgen dat er ook Oldenzaalers in gaan wonen. Werken aan de leegstand in de binnenstad. Zorgen voor meer bezoekers, meer omzet. Daar kan het eerste uur gratis parkeren zeker aan meehelpen. Maar er is ook samenwerking nodig in de stad. Tussen de ondernemers over openingstijden en koopzondagen. En tussen de ondernemers en de gemeente. We moeten niet wegkijken voor het veranderende klimaat. We hebben hard gewerkt aan waterberging, maar daarmee is het nog niet klaar. En we moeten ook niet wegkijken voor straatintimidatie en drugsoverlast. In een stad als Oldenzaal moet iedereen veilig over straat kunnen. En we moeten werken aan de service vanuit het stadhuis naar onze inwoners. Er moet meegedacht worden met initiatieven, antwoord geven op vragen. Het stadhuis is er voor ons en niet andersom. Het onderwijs, daar moeten we de komende 20 jaar 100 miljoen investeren in nieuwe gebouwen. En we moeten blijvend aandacht hebben voor onze wijken. We moeten zorgen dat het prettig blijft om te wonen in alle delen van Oldenzaal. Plannen, die hebben we allemaal. Maar het belangrijkste is dat we die plannen ook moeten kunnen betalen. En nee, we gaan niet straks wel even kijken waar het geld vandaan moet komen. Dat moet nu. We moeten nu handelen. We moeten de kosten van de zorg onder controle brengen en houden. We moeten als gemeente veel beter kijken waar we het geld aan uitgeven. En vooral waar we het geld niet aan uitgeven. Daar gaan wij als Oldenzaalse VVD mee aan de slag. Dat doe ik niet alleen, maar met een geweldig team Oldenzaalers met de ambitie om Oldenzaal nog mooier te maken. Think big voor de toekomst van onze prachtige Boeskowstad en stem 14, 15 en 16 maart op de Oldenzaalse VVD.